Heel veel mensen wilden weten waar ik het lange haar vandaan had, want ik had haar extensions in. Nou, ik zal het jullie vertellen. Ik heb het gekocht bij King Me Hair. Dat is een Amerikaanse bedrijf die allemaal diverse haar extensions verkoopt. Voornamelijk voor mensen met krullend haar en kroeshaar. Maar ook voor als je gewoon een hele pruik wil, hebben ze dat ook voor mensen met een soort van coily-achtig haar, krullend haar, kroeshaar. Dus ze verkopen nu ook pruiken, dat is sinds kort. Wat mijn ervaringen ermee zijn, is dat het heel lang duurt voordat het binnenkomt. Ik heb het begin december besteld en ik heb het sinds 2 weken of anderhalve week, ja, anderhalve week heb ik het eigenlijk binnen. Waarschijnlijk heeft dat te maken met PayPal betaling. Pas als mijn betaling via PayPal bij hun binnen is, dan pas kunnen ze het product opsturen. En zelfs dan moet je nog even wachten, want dan moet het nog even gemaakt worden, het haar. Dan moet het nog gestoomd worden, het haar. En dan moet het nog helemaal opgestuurd worden. Dus daar gaat echt een hele lange tijd overheen. Dus ik heb echt, ja, 2 maanden erop zitten wachten. Echt belachelijk. Het haar, hoe het binnenkomt, is bruin. Maar ik, omdat mijn eigen haar zwart is, wilde ik dat het goed matchte met de haarkleur. Dus toen heb ik het geverfd. Nou heb ik... ik zal eerst even het haar laten zien. Ik heb 2 verschillende soorten haarverven gebruikt. Puur om te kijken welke het mooiste zal zijn. Eentje had ik van een andere blogster gekregen. Nou, je weet van wie jij bent. Bedankt ervoor. Dan had ik Begin gekregen van... even kijken of jullie dat goed kunnen zien. Oriental Black. Nou, die zijn echt super goedkoop. Er zit geen ammoniak in. Vind ik een hele goede product. Ik heb deze gebruikt voor de 14 inch haar. En voor de 16 inch haar. Want ik heb 2 pakken gekocht. 1 14 inch, 1 16 inch. En deze voor de 16 inch. Omdat 1 pakje was niet genoeg. Je hebt echt 2 pakken verven nodig voor je haar. Dit is het haar wat ik, of wat, dit is het verf wat ik heb gekocht. Dit is Jet Black. Dus dat is echt pik en pik zwart, van gothic zwart. Even kijken hoor. Want ik heb het haar al uitgehaald. Ik heb het zeg maar gebruikt. En er weer uitgehaald. En ik wilde het gewoon eventjes testen of het wel mooi zal zijn voor ons huwelijk. Ja, je moet het altijd eerst maar testen. Want als ik het niet mooi zou vinden, dan kan ik het altijd nog veranderen. Dit, het haar wat ik nu liet zien, dat is de Jet Black. Dat is echt pik zwart zoals je ziet. En als je dat vergelijkt met de 14 inch... Je ziet het amper het verschil in lengte hoor, maar omdat het natuurlijk helemaal inkrult. Dit is dan de Begin. Dat is ietsjes bruiner. Maar ik denk niet dat je het goed op camera kan zien. Maar goed, ik probeer het best goed. Maar het is dus gewoon iets, ja, wat bruiniger. Ik weet niet of je het zo kan zien. Je ziet af en toe van die grijze draden er doorheen. Wat ik wel grappig vind, want het lijkt dan wat natuurlijker. Want het lijkt alsof je dan grijs haar hebt. want ik heb wel grijs haar. Dus dat vond ik helemaal niet erg dat dat erin zat. Volgens de persoon die mijn haar heeft gedaan, die zei dat het gewoon plastic draden zijn. Dus dat het haar niet helemaal virgin is. Tussendoor laat ik foto's zien om te laten zien hoe het haar is ingevlochten. Ik heb de voorzijkanten losgelaten en achter. Het haar, ze hebben lengtes van 8 inch tot en met 26 inch. En wat ik heb dus gekocht is 14 inch. 14 inch is $115 en 16 inch is $120. Naast het bedrag, dus zeg maar die €115 en $120, sorry, is dan in totaal €235 in totaal. Plus dan moet je nog $40 verzendkosten betalen. Dus het verzendkosten houdt in, voor de duidelijkheid, want het zetten ze niet duidelijk erbij als je de artikelen uit Amerika haalt. Verzendkosten in Amerika houdt in, dus dat je het haar vanuit het fabriek naar de airport daar in Amerika brengt. Dat is dus $40. Dus in totaal is dat $275. Als je dat omrekent naar de euro, is dat €203,88.
En dan komen de kosten erbij die je vaak dus dan niet verwacht. Dat noem je invoerskosten voor de douane. Dus met kort samengevat, als het haar binnenkomt in Nederland, dan gaan de douane dat nog even nachecken van of het allemaal wel goed, of het allemaal wel klopt. Dus ze gaan echt door je spullen heen, ze maken alles open om te kijken of er geen drugs en al die dingen in zit. Dat duurt echt enkele dagen. Bij mij heeft het echt 2 weken geduurd of zo voordat mijn haar daar lag. En dan komen dus extra kosten bij. Je weet dan nooit van tevoren hoeveel kosten dat zullen zijn. Pas wanneer het pakketje voor je deur staat, krijg je de bon en dan moet je het gewoon cash betalen. En als je dan niet cash bij je hebt, dan wordt het naar de PostNL, dichtstbijzijnde PostNL bureau gebracht. Die voor mij kostte 28, €33. Nog extra kosten dus om het vanaf de Schiphol naar jouw deur te krijgen. En nou, dat heeft dus 28, €33 gekost. Dus als je alles uitrekent, heb ik in totaal €231,33 betaald. Belachelijk. Als ik dat had geweten dat ik nog extra verzendkosten moest betalen, had ik het waarschijnlijk niet gedaan. Maar ja, ik vond het wel een leuke ervaring om het in ieder geval uit te proberen, het haar. Want ja, als het komt tot een huwelijksdag, weet je, als het goed is, straal je maar één keer en wil je gewoon ja, er mooi uitzien. Of tenminste, mooi. Ook met kort haar is het mooi, maar dan wil je er gewoon eventjes anders uitzien. Mijn ervaring met de inzetten in het haar erin doen in mijn eigen haar. Ik heb een afspraak gemaakt met een andere blogster. Ik zal niet haar naam benoemen. Zij zegt wel dat ik haar naam erin mocht noemen, maar dat ga ik toch niet doen. Omdat ik niet echt een hele leuke ervaring met het haar in mijn haar heb gehad. Dus, en ja, weet je, ik weet niet wie of wat ik de schoon moet geven, maar dat vind ik gewoon niet leuk. Dus ik noem niet haar naam, maar het is in ieder geval een andere blogster die ook haren doet. Ja, nou ja, goed. Ze heeft mijn haar gedaan, alleen het was gewoon te strak gedaan. En op het moment zelf voel je het eigenlijk dan niet. Het is meestal, want op het moment zelf, dan zit je helemaal ben je helemaal vol bewondering naar je haar aan het kijken. En is alles prima. En ze heeft regelmatig wel gevraagd van, zit het strak? Zit het strak? Nee. Nou, één keer stond het aan deze kant wel wat strakker. Toen heeft ze het wat losser gemaakt. Zij vlecht op hoofdhuid met katoen, dus echt met een woldraad. Dus waar ze meestal mee breidt, dat wol. Nou, dat had ze dus gebruikt voor mijn haar. Dat vlecht ze dan weer mee in plaats van met synthetisch haar. Ze vond het eigenlijk niet eens nodig om de katoen te gebruiken, want mijn eigen haar was al dik genoeg om te vlechten. Maar ik had wel aangegeven dat ik dat wilde, omdat ik dat toch een soort van, ja, als bescherming voor mijn eigen haar zie. Dus, nou, dat heeft ze gedaan. Ze heeft toen het haar erin gedaan. In de foto's kunnen jullie dat allemaal zien. Hoe het haar was, het haar zat echt prachtig. Alleen de eerste dag vond ik het niet mooi echt zitten, omdat je eigen haar niet goed met het nep haar samenblendt. Omdat je eigen haar dan, tenminste mijn haar is wat korter. En als het haar wat langer is, dan zie je dat het nog zeg maar uitsteekt. Maar wanneer je dan zeg maar een hoofddoek op je hoofd zet en je gaat daarmee slapen. En dan zet je gewoon een hoofddoek plat zo. Dan maak je het achter vast. En als je daarmee gaat slapen de volgende dag, dan zie je dat je haar gewoon zich heeft gemengd met het synthetisch haar. Dus, wat was mijn nare ervaring? Ik heb het dus vorige week zaterdag gezet en ik heb het woensdag al eruit gehaald. Dus ik heb echt letterlijk een halve week heb ik het haar in mijn hoofd op mijn hoofd gehouden. En het begon opeens zo pijn te doen, echt zo pijn. Maar meestal denk je, ah joh, als je haar net hebt geweefd, is het normaal dat het de eerste dag een beetje strak zit. En dan de volgende dag of over 2 dagen is het wel over. Nou, echt, toen de woensdag naderde, had ik echt, ik kon bijna janken van de pijn. Dat was echt niet normaal. En toen ik het haar ook knipte, ik ging het haar even knippen, tussen de draden ging knippen waar aan het vast zat om het even open te flippen. En ik zag dat mijn hoofd daar. Maar toen ik mijn haar zeg maar openmaakte, zag je ook echt dikke plakken schilvers. Nou, ik heb echt geen last van. Maar goed, echt alleen op de plek waar het dus zo rood was en waar het zo aan het trekken was, want het haar trekt echt letterlijk. Had ik echt dikke plakaten roos gewoon op mijn hoofd uit. Ik heb daar geen foto van gemaakt, want ik wil jullie niet, ik wil jullie niet aan het kotsen maken. Maar het was echt verschrikkelijk. Het was helemaal rood.
En mijn verloofde zei op een gegeven moment ook van, ja, haal dat haar eruit. Want hoe dat is gezet, dat is echt niet goed. Dat kan nooit goed zijn. En ik heb jarenlang weven en zo gehad. Wel met mijn eigen haar geblend, maar ik heb echt nog nooit deze problemen gehad. Wel dat het de eerste dag wat strak is, maar niet zo extreem dat het eenmaal rood wordt en zo pijn begint te doen. Ik moest echt letterlijk elke keer zo drukken op het haar om mijn hoofdhuid wat rust te geven. Omdat het zo aan het trekken was. En als ik zo deed, dan gaf het eventjes een soort van verlichting of zo. Ik heb het eruit gehaald. De dame die mijn haar heeft gedaan, die voelde zich heel erg schuldig over. En ze dacht zelfs dat ik een allergie had voor dat haar. Ik heb haar duidelijk gemaakt dat dat absoluut niet het geval is. Want zoals ik al zei, ik heb al jarenlang diverse weefsoorten gebruikt. En ik heb daar nooit last van gehad. Dus dat lijkt me sterk dat het dan door het haar komt. Nou verandert je lichaam natuurlijk ook altijd wel. Maar als het zo was, dan zou ik ook op andere plekken op heel mijn hoofd huid rode plekken hebben. Maar dat had ik niet. Ik had het alleen daar. En toen op de woensdag begon, toen ik dit haar ook omhoog deed, zag ik ook dat het hier om mijn hoofdhuid wat rooier werd. En ik dacht, nee, ik wil niet diezelfde probleem aan die kant hebben. En ik kreeg bijna het idee dat het wat kaler werd. En dan weet ik niet of dat echt zo is. Maar ik kreeg gewoon een beetje het idee dat het wat kaler werd. Omdat, ja, dat trekt gewoon op een gegeven moment je haar uit je hoofd. Ik heb het haar eruit gehaald. Ik baalde ervan, want ik vond het zonde van mijn geld. Ik heb er €50 voor betaald om het haar erin te zetten. En ja, als je gewoon eenmaal een huwelijk hebt, heb je zoveel kosten om aan te denken. Je hebt een... We gaan naar Dubai en de Malediven. En dat is gewoon een hele dure reis. En weet je wel, en je hebt dan het feest. En weet je wat er allemaal, je jurk dat erbij komt kijken. Alle details wat bij je jurk erbij komt kijken. Er komt gewoon zoveel bij kijken. Taart, noem maar op. Dat het gewoon, ja, de kosten kunnen best uit de hand lopen. Je moet er echt voor bewaken. Dus als jij dus €50 voor een halve week kwijtraakt. Haar wat je dan alweer eruit moet halen, ja, dan kan je best huilen, toch? Dus ik was er niet blij mee. Ik vond het wel heel lief dat ze nazorg heeft geboden door contact met me te blijven opnemen van hoe is het? En hoe is je haar nu? Alleen ja, daar win je gewoon je €50 niet mee terug. En ja, ze heeft ook moeite gedaan om mijn haar te doen, dus ik heb het maar zo gelaten. Nou twijfel ik van oké, zal ik dan weer mijn haar doen? Want wat ik wel merk, ik heb gisteren trouwens mijn haar gewassen. Ik heb nu mijn haar plat gevlochten om mijn hoofd. Omdat het gewoon even moet rusten en even schoon moet worden. Want toen ik het haar net uit had gehaald, was mijn hoofdhuid zo beurs een hele week lang dat ik niet eens mijn haar kon wassen. Omdat ik, als je haar wast, moet je natuurlijk detangelen, uitkammen. En dat zou ik trekken aan mijn hoofdhuid. En dat zou ik gewoon niet trekken. Het was gewoon zo pijnlijk. Ik heb geen gevoelige hoofdhuid. Even voor de duidelijkheid. Mijn haar kan zo hard trekken wat je wilt. Ik heb weinig pijn. Maar dan kan je nagaan hoeveel pijn ik dan had. Dat ik gewoon nu pas maar heb kunnen wassen. Vandaag is het zaterdag. Dus ja, een halve week later heb ik mijn haar kunnen wassen. Even kijken. Dus ze heeft wel aangeboden om mijn haar dan weer opnieuw te doen. Maar omdat mijn haar zo heet, het heeft best, ja, ik weet niet hoe je dat moet noemen, of het echt gebroken is, of dat ik een hele week mijn haar niet heb gekamd, dat het daarom zoveel haar loslaat. Maar ik denk het niet, want ik kan wel vaker een week mijn haar gewoon niet, omdat ik het gewoon vlecht en mijn vingers dan gewoon even uit kan. En dat is ook goed, maar dit keer was, ja, elke keer als ik mijn handen door mijn haar in deed, kwam er best wel veel haar uit. En dat vond ik niet zo fijn. En ik had gelijk zoiets van, nou, weet je, je gaat dan wel dubbel, ja, twee keer nadenken of je haar dan weer bij die persoon laat doen. Alhoewel het wel erg aantrekkelijk is, omdat je dan gewoon, ja, niet weer extra hoeft te betalen. Maar ja, op een gegeven moment moet je kiezen van, ja, of je gaat er geen geld aan uitgeven en je gaat je haar weer doen. En misschien... Of misschien ook niet, kan het weer gebeuren. Ook al doe je het wel losser vlechten. Ik weet het niet. Ik weet niet. Ik heb gewoon zo'n angst daarvoor nu. Ik ben echt rot geschrokken hoe pijn het deed. En of ik moet gewoon naar een kapsalon gaan en daar mijn haar doen. Maar ja, dan ben je weer €80 kwijt. En dat is weer extra geld bovenop. En ik irriteer me daar zo aan.
ja, hoe dan ook, je bent gewoon extra geld kwijt. En op dat moment hoopt je echt dat je iemand die om jou geeft, om jou gewoon mooi te maken voor je bruiloft. En niet denkt van, oh, je gaat trouwen, dus jij bent een geschikte kandidaat voor mijn portemonnee om jouw haar te kunnen doen. En dat is wel wat je vaak ziet op het moment dat je verloofd bent en mensen hebben een bepaalde beroep om je heen, hè, om je mooi te kunnen maken, zit iedereen aan zijn portemonnee te denken. Ja, ik heb het gezegd, ik zeg het heel zwart-wit, het is gewoon zo. Weet je, als de een haar kan doen, dan wil iemand geld aan je verdienen. Als iemand jouw make-up kan doen, wil diegene geld aan je verdienen. Als iemand jouw jurk kan maken, wil diegene geld aan je verdienen. Als iemand schoenen verkoopt, wil diegene geld aan je verdienen. Weet je, en ik kom uit een cultuur dat je dat gewoon niet doet. Ik ben van Arubaanse afkomst en van Sint Maarten. En ik, uit mijn opvoeding en cultuur is het gewoon van, als jij iemand kent die of gaat trouwen of een uitgebreide verjaardag viert of een geboorte van een kind heeft. Of weet je, zulke dingen. En jij kan iets betekenen voor die persoon bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat hoor. En bijvoorbeeld, ik kan taart maken en ik weet, diegene heeft zo'n grote uitgave, omdat het zo'n groot feest is, dan ga jij daar gewoon geen geld voor vragen. Klaar. Jij doet dat omdat je het wilt, omdat je diegene gunt. En in onze cultuur is het dan gebruikelijk dat je diegene beloont door iets vanuit jezelf te geven. Dus het kan geld zijn of het kan iets zijn waarvan je weet, die persoon hecht daar heel veel waarde aan. Dat is hoe ik ben opgegroeid. Dus op het moment wanneer mensen dan naar mij toe komen, echt heel lief hoor, al die voorstellen van, ja, ik wil je make-up wel doen, ik wil je haar wel doen, ik wil je jurk wel doen, ik wil je taart wel doen, ik wil je dit wel doen. En dan dat ze allemaal met grote bedragen aankomen zetten. Ik bedoel, we hebben het hier niet over tientje of 20 euro. Het zijn wel grotere bedragen. Het zijn niet hele grote bedragen, maar het zijn toch wel bedragen dat je toch liever, ja, je denkt daar toch twee keer bij na als je gewoon een hele grote reis gaat maken en nog een feest hebt. Weet je, dan is dat gewoon, dan komt dat gewoon verkeerd binnen. Want dan denk je van, oh, iemand wil dit en dat voor je doen. En dan denk je, oh, lief, wil je dat alsjeblieft doen? Dat waardeer ik echt. En dan op een gegeven moment komt er, bam, een prijskaartje. En dan denk je, ja, weet je, laat maar. En dan bekijk je het zelf. Geef me tips. Ik ben benieuwd. Doei, doei.